Jij bent van steen, jij bent van ijzer, en ik ben een picholadier. Oké, dat slaat helemaal nergens op. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario 3D World in HD! Oké, sorry, die grap moest weer een keer gemaakt worden. Ik ben er weer Zelda Play 20 en zoals ik in de vorige aflevering al had gezegd, gaan wij deze twee doen als één level. De reden is, anders wordt deze Let's Play wel heel erg kort en... Oh, hallo hé! Hey. Ik was even vergeten dat jij zo groot was. Ik dacht dat jij zo kleintjes... Ik zie hem eigenlijk niet, Oké. Snijkogels. Snijkogels, dat maakt niet uit. En ik gooi hem tegen jou aan. Mooi. Oh boy, dan gaat hij weer rondspinnen. Ik dacht bij mij van we doen deze twee eventjes als één level. Want anders wordt het wel een heel erg korte let's play. En ja, ik heb al plannen voor de volgende let's play. Dus En ik ben er ook eigenlijk heel erg blij om tot ik erachter ben gekomen tot mijn ocarina-maatje. Mijn ocarina-maatje, die heb ik dus laatst nog gezien op YouTube zelfs. Ik vind het leuk dat hij ook... hij had namelijk gereageerd op de vlogvideo, dus dat is wel leuk om eventjes te melden. 53 seconden! Serieus, houden jullie hier ook altijd bij? Ik vind het al knap dat ik niet geraakt ben. En... Dat is op zich best wel goed getekend daar. Oké, ik denk dat ze wel een beetje stems hebben geraakt. Spooky! Spooky creepy skeletons. La 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 la. Papadipa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 p
Ik denk dat het weer precies dezelfde is als die we eerder al hebben moeten verslaan. Maar we gaan het gewoon eventjes kijken. Nou, voordat we, zeg maar, het is vandaag de... Ja, hoeveel is het nou? De 28ste? Tenminste, dat dacht ik wel. Oh, hij heeft een vuuraanval. Leuk. Leuk voor hem. Ja, kom op. Drin jij! Maar het is nou de 28ste en mochten de mensen zich afvragen van... Ja, wat ga je doen met de Halloween special? Het spijt me zeer jullie dit te moeten melden. Maar dit jaar heb ik dus helaas geen Halloween special voor jullie. Dit heeft te maken alles met... ik wou jou eigenlijk die pijp ingooien. Dus boom. Boom. Dit heeft alles te maken zeg maar met het drukke upload en edit schema wat ik nou dus zeg maar heb. Er zijn heel veel afleveringen die dus zeg maar nou nog moeten geëdit worden. Voornamelijk ook de hardcore serie. Dus en natuurlijk nog die 3000 sub special waar iedereen op zit te wachten. Nogmaals, hij komt. Dus ja, ik heb helaas voor dit jaar geen Halloween special iets. Dus mijn excuses daarvoor jongetjes. En meisjes. En zeepjes. En handdoekjes. Gebruik touchscreen! Nee! Easy! Zeker! Daarom had ik de touchscreen ook niet gebruikt. Dus dit telt als één level, dus doen we nou nog twee leveltjes. Met Zelda player, dat is zo not fair! Hallo, zien jullie daar dat grote kasteel voor me snuffert? We zijn er al bijna, jongens. We zijn al bijna door het einde van het spel heen. Zelda player, dat is niet waar, maar spoilers! Ja. Jullie weten ook wel waar het naartoe gaat, maar... Hete hinderlaag! Oh boy. Ik maak mij zorgen.nl. Oké, hete hinderlaag. Wat er gaat gebeuren is... volgens mij moeten wij zo snel mogelijk... hier dadelijk iets doen. Want dit kan nogal gevaarlijk gaan worden. Tenminste, als ik me niet vergis. Dus het is heel belangrijk dat we dus zeg maar de sterren vinden. Soon as possible. En volgens mij is dat daar een ster. Aha! Is dat de eerste? Ja, dat is de eerste. Oké, we zitten goed. We zitten goed op schema. En oh, snijkvogels! Luigi, wil jij niet zo hoog springen? Ik weet dat jij de sprongkampioen bent, maar er zijn grenzen, jongen. Ik bedoel... Oké, hier zitten een paar... Oeh. Ik dacht misschien dat hier wel een green star zou kunnen zitten, maar... Blijkbaar niet. Oké, kunnen we hier omhoog klimmen? Nee, hier mogen we niet omhoog klimmen. Hey, snijkvogels! Dat woordje is me echt nou bijgebleven dankzij Destiny. Oh mijn god. Holy snijkvogels! Dat wordt de titel van deze aflevering. Holy snijkvogels. Hè, maar in Mario 64 was het boter. Ja, dat was Mario 64 juist. Dus
Oké, eventjes die Kamek even weghalen. Kamek, you poep! Ga weg! Oh, dan krijg je ook nog een green star voor. Dat wist ik nog niet eens. Ah ja, maakt niet uit. Ik dacht dat dit zou zinken in de lava of iets, maar ik hou niet van lava. Zoveel references, zoveel catchphrases. Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. Oké, nou, we moeten nog de stamp halen. En, oh ja, dit was dat moment. We moeten hier alle sleutels zien te verzamelen. En op het moment dat we de sleutels verzamelen, dan, als ik me niet vergis... Overdeurie. Als ik me niet vergis, krijgen we dan zeg maar een probleem tot we dan weer zo snel mogelijk naar beneden moeten. Dus dan moeten we over uit gaan kijken. Niet te dichtbij komen, jij! Deze dingen die wil je echt uitschakelen, want anders wordt het zo'n groot probleem. En volgens mij had ik daar een catsuit nodig. Nee? Oké, we wachten hier al eventjes. Wil jij eventjes een paarse blub? Dank je. Een blobbelblob. Ik mis blob. Oh, nee. Maar waarom heb ik hier zo... Kan ik hier nou niks? Waarom zit hier nou nergens een power-up of zo? Ik weet zeker, daar zit die green star. Kun je... Ik wil een power-up! Wat nou zo gemeen zijn dat je me dan niet eens meer een power-up kan geven nou? Yay! Oh, nee, het is niet dat hij in de lava komt. Het is paarse goo. Iets met paarse goo. Maar goed, daar hadden we dus de catsuit voor nodig. En die hebben we helaas dus niet. Dus we moeten zo snel mogelijk rennen voor ons leven. Omdat het er weer van afhangt. Ik val weer uit de hoon. Maar dat maakt mij echt niet veel uit. Komt ook hier naartoe. Ja, het, zo te zien. Nee. Of wel. Oh, de lava die stijgt. Oké, maar ik heb de stamp heb ik ook nog niet eens. Ik mis een stamp. Dat is niet gunstig. Oké, ik moet het level opnieuw doen. 1 groene ster, 1 stamp komt eraan. Maar eerst kijken we eventjes naar de Miiverse post. Weten jullie waar de stempel is? Fabian, ZP20, gefeliciteerd met je 3000 subs en die heeft er een 5 bij gegooid. 5, je zit in de comment van Fabian. Oh Fabian, dat vind ik echt heel lief van je, dankjewel. De stempel is bij de eerste ster naar boven klimmen. Oh, dat is een handige tip, dankjewel. Jill, ik wil je bedanken voor de tip. Dankjewel Bob. Het slaat nergens op. Jongens, ik ga heel eventjes die ster halen en die stemp. Fabian, enorm bedankt voor je leuke reactie op Miiverse. En ja, ik doe heel eventjes knippen. Tot zo. Oké, bij de eerste stem moesten we naar boven klimmen. Juist, oké, daar zit hij. Goed. Nou weet ik ook waar dat de laatste zit, dus dat komt alleen maar goed uit. En ja, Erwin, hè, die zit er weer bij. Erwin! Auw. Deurie. Nee, ik heb de catsuit nodig. Oh, verslaafd. Oh, dit is nou geen instant death. Wat leuk. Oh, trouwens, daar zat de groene ster. Ik was heel erg stil. Haha. Sorry. Erwin was sneller dan mij. In ieder geval heel erg handig dat die tip daar wel stond over waar dat die stamp zat. Anders had ik hem echt nooit gevonden, denk ik. Dus ja, die tip. Soms zijn Miiverse posts wel handig. Dus ja. Oké, nou, we hebben de stamp. We hebben weer alle sterren gehaald. Dus bedankt voor die hele goede tip. En ja, we hebben nog 1 level te doen. En nou zou ik naar dat ene level aan de zijkant gaan, maar... Hey, we hebben een groene pijp ontdekt. Ik ben benieuwd wat die groene pijp hier eigenlijk heeft. Dus eens even kijken. Toad treasure trekken! Ja, dat is een leuke afsluiting! ZP20 is geweldig. Nou, dankjewel Stan. Ik wist dat ik... Volgens mij was jij in de vorige aflevering ook te zien, maar... Was dat veel te langzaam of zo? Ik weet niet. Stan, echt geweldig. Dankjewel. Oké. Toadbaas trotseert de lava. Of iets in die trend, weet ik veel. Oké. Welkom bij Dood Treasure Tracker.
Ik ben uw host, Zelda Player 20. Wij moeten hier 5 sterren halen. En wat ik jammer vind, is dat ze hier dus ook weer een tijdlimiet hebben. Oké, nou de eerste hebben we. Dus laten we gewoon dit rondje hier aflopen. Ik kan trouwens hier tegenin lopen. Nee, je moet dingen volgen. Oké. Oké, bullet bills die hebben gevuurd. Go, 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 go! Concentratie is key! Oké, hij brengt ons naar boven, denk ik. Oké, denk ik tenminste. Oké, dan komen we hier uit. En daar zit ook een groene ster, oké. Het zijn altijd wel hele interessante puzzels om te doen. Dus even kijken, kan ik... Oh, wacht, dan kan ik via hem... Kan ik ook weer hoger op. Dus dan kan ik via jou... En dan moeten we hier naar boven. Even kijken hoor. Daar moeten we dadelijk naar beneden toe. Oké, laten we eerst die 2 daar pakken. Wacht op de bullet bills. Oké, dan moeten we die ster dus daar pakken eerst nu. Nee, niet te vast zitten. Oké, ik heb hem. En hoe wil ik dan? Oh, zo. Oké. Moeten we wachten op hem. Deze is op zich niet zo moeilijk. Deze is decent. Is te doen. Oké, springen we naar beneden. En voilà! Deze was leuk! Oké, nou. Miiverse Post. Er is een Wii U game over gemaakt die gaat over dit soort levels. Dat heet Captain Toad Treasure Tracker. Inderdaad, dat klopt helemaal. The White Fuzzy completely only one. And please niet vallen, niet vallen, niet vallen. Captain Toad for the win! Captain Toad is gewoon geweldig. Dus, ja. Oké, nou, we hebben in ieder geval dus 3 levels gedaan. En ja, deze tellen ook als een level. Het zijn wat kortere levels. Maar ja, zo hebben we toch variatie van de ene keer een lange aflevering, de andere keer een korte aflevering. En laten we heel eerlijk wezen. De Minecraft afleveringen die zijn de laatste tijd heel erg lang geworden. Omdat er elke keer van onverwachts zit gebeurd. Dus, maar goed. Buiten dat, we hebben ook nog andere lange afleveringen gehad. In ieder geval, iedereen die ik in Miiverse heb gezien, enorm bedankt voor de leuke opmerkingen. Alle leuke opmerkingen op de YouTube-video's natuurlijk. Jullie ook allemaal enorm bedankt. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. En dat doe ik dus ook niet. Daarom blijf ik jullie bedanken, want ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Dus daarom blijf ik gewoon bedanken. Maar goed, heb je de leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Super Mario 3D World. Tot dan en bedankt voor het kijken. Doei! Batterij is leeg. Batterij!